De Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, en de stichting Witrus Ranang hebben vandaag een dialoogsessie gehouden. Bij deze bijeenkomst is er flink gediscussieerd over het belang van normen en waarden binnen de journalistiek. SVJ-voorzitter Vish Mohani Thomas zegt dat het belang van deze discussies ingezien moet worden. Het is tevens de bedoeling dat we gaan praten erover. We kennen ze misschien wel, we weten dat ze er zijn. En het is goed om die aan te halen en te vertellen waarom die belangrijk zijn voor onze beroepsgroep. Ik spoor jullie daarom aan om mee te doen met de discussie en te praten over wat eventueel wel kan en wat niet kan en de way forward. Uiteindelijk willen we gaan naar een situatie waar waarden en normen van belang zijn en zelf ertoe leiden dat we kwalitatieve journalistieke productie kunnen leveren. Toen meneer Curry me benaderde hiervoor, hoefde ik niet eens te twijfelen erover. Want de journalistiek staat ook bekend voor normen, waarden en ethiek. En de afgelopen periode hebben we ook gezien dat het altijd beter kan. Thomas merkt verder op dat er verbetering moet komen in de naleving van gunstige normen en waarden binnen het journalistieke veld. Dirk Curry, voorzitter van Stichting Witrus Ranang, zegt dat dialoogsessies kunnen helpen om de maatschappelijke betrokkenheid van organisaties te verbeteren en aan te wakkeren. There's always room for improvement. Dus het is niet zo dat er geen waarden en normen zijn. Een samenleving bestaat uit groepen. Het begint bij het individu. Het is misschien geen groep. Maar het is belangrijk om als individu je eigen waarden en normen te hebben. Vervolgens zit je in een gezin waar je ook waarden en normen hebt. Vervolgens zit je op een opleiding waar er ook waarden en normen zullen zijn. Of waar ze in de ook meegenomen worden in de opleiding. En zo in iedere organisatie waar je zit, zijn er wel waarden en normen. Soms worden ze besproken en soms worden ze niet besproken. Ons doel als stichting is om in ieder geval het bewustzijn in iedere groep, en we zijn heel blij dat we de journalisten als groep eigenlijk als eerste erbij gehad hebben. Curry meent dat de aankondiging van de reeks dialogen via de media is gedaan. Het is daarom van belang dat er bij deze groep gestart wordt. Voorzitter Curry zegt verder dat er rond eind juli een andere sessie wordt afgewerkt met een andere maatschappelijke groep.